Goedenavond, welkom bij het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en soms na 20 jaar nog een zaak oplost. Eind oktober 1977 werd in Amsterdam zakenman Maurits Carranza ontvoerd. Voor het Amstel Hotel in de hoofdstad werd de multimiljonair 's nachts overmeesterd en afgevoerd naar een geheime plaats waar hij werd gegijzeld. 4 lange dagen met spannende losgeldonderhandelingen volgden, waarin Carranza's zakelijk adviseur, advocaatmeester Jaap van Schaik, een sleutelrol speelde. Enkele dagen na de ontvoering kreeg hij instructies voor de overdracht van 10 miljoen gulden losgeld. Kijkt u vanavond naar het 4e deel van onze serie over de geruchtmakende en nooit opgeloste ontvoering van Maurits Carranza. Nu, 20 jaar geleden. En het onthullende relaas dat een van de kidnappers, Ron O., daar nu over doet. Zoals we in onze voorgaande aflevering lieten zien, bestond de bende ontvoerders, die de meest gezochte uit die tijd werd, uit de volgende leden. De 36-jarige Amsterdammer Piet Clement, alias de chef, was het brein van de kidnap en degene die de onderhandelingen voerde. De 23-jarige Amsterdammer Ron O. was nauw betrokken bij de voorbereidingen en uitvoering en huisvestte de Italiaanse gangsters. De 40-jarige Leni L., alias het koninginnetje, was de partner van Ron O. en slechts zijdelings betrokken bij de ontvoering. De 31-jarige Evert Tweehuizen was de contactpersoon met de Italiaanse gangsters. Hij zou ook Carranza tijdens diens gevangenschap in Middellie verzorgen. De 26-jarige Robbie Koning was het mannetje van alles dat onder meer het losgeld in ontvangst nam. En dan de 3 Italianen natuurlijk. Zij kwamen met het plan voor de ontvoering en wisten hoe je een losgeldoverdracht moest organiseren. Laat me erin. Tijdens die losgeldoverdracht is Café Krom een van de locaties waarvan Schaik door de ontvoerders naartoe wordt gedirigeerd. Maar als hij naar binnen wil, blijkt het café gesloten. Verward stapt Van Schaik in zijn auto met erin de 10 miljoen gulden losgeld. De kidnappers hebben hem al die tijd geobserveerd en reageren onmiddellijk. Er stopt een gele Fiat naast de auto van Schaik. Daaruit stapt bendelid Robbie Koning met een motorhelm op. Hij schreeuwt de inmiddels bekende code. This guy is good. The money, the money. Van Schaik overhandigt de 10 miljoen gulden losgeld, waarna de ontvoerders er vandoor gaan. De hele actie duurt nog geen minuut. Voor commissaris Toerenaar en zijn team rest slechts wachten. Zou Carranza echt worden vrijgelaten? Uren na de merkwaardige losgeldoverdracht gaat op het kantoor van Schaik de telefoon. Het is Piet Clement, de baas van de ontvoerders, met een schokkende boodschap. Het geld is niet genoeg. The money is not enough. We call you tomorrow. De Amsterdamse politie neemt deze mededeling zeer serieus. Recherchecommissaris Gerard Toornaar vermoedt dat de ontvoerders met aanvullende losgeldeisen zullen komen en vreest dat de ontknoping nog lang op zich zal laten wachten. Teleurgesteld rijdt hij die nacht om 12:30 naar huis. Waren er wel eens momenten dat uw man eraan twijfelde of Carranza wel zou worden vrijgelaten? Jazeker. Jazeker. Dat was het is natuurlijk een heel gevaarlijk misdrijf wat daar heeft plaatsgevonden. En je weet ook nooit wie er allemaal bij betrokken zijn en wat voor mensen dat zijn. Ja, dat heeft hij wel gedacht. Gedesillusioneerd gaat commissaris Toornaar naar bed. Hij was natuurlijk erg moe, want hij lag nog maar net in bed. Want ze waren heel laat 's avonds naar huis gegaan. Het is de wachtcommandant die meldt dat Carranza vrij is en op het bureau zit. En hij pakt het telefoontje aan, krijgt dat bericht. Nou, hij sprong uit bed en riep zeggen, Carranza is vrij, Carranza is vrij. En schoot meteen in zijn kleren. En nou, wou bijna half aangekleed op zijn deur uitgaan. Dat kon natuurlijk ook niet. En het was geloof ik ook nog een vrij frisse avond. Na 120 slopende uren is Maurits Carranza in de nacht van 1 op 2 november vrijgelaten. En daarmee komt ook voor commissaris Toerenaar een einde aan alle onzekerheid. Ik ga nu naar het bureau. Wacht. We hadden een bloemen op tafel staan hier. En die heb ik dus uit de vaas gepakt en een krant erop meegedaan. Daar heb ik nog godzijdank op geschreven. En
ingewikkeld en hem meegegeven. En toen is hij de deur uitgegaan. Nou, de rest van de nacht, denk ik, heb ik ook niet meer zo goed geslapen. Geef dit maar aan Clarence. Ja, dat is goed. Dag, schat. Was een dusdanig blij moment. We waren zo geweldig opgelucht. Ik ook. Maar mijn man helemaal. Dat is een ogenblik wat ik nooit zal vergeten. Carranza had zijn vrijheid moeten terugkopen met 10 miljoen gulden. Een primeur in de Nederlandse geschiedenis die ook internationaal het nieuws beheerste. Mr. Carranza was found nervous and confused, wandering in this square near the Amsterdam dock. Vanmorgen werd op het hoofdbureau van politie een persconferentie gegeven naar aanleiding van de volkomen onverwachte vrijlating van de Amsterdamse zakenman in onroerend goed, Maurits Carranza. En dat na ruim 120 uur gevangenschap. Dames en heren, ik heb dit gedaan, u moet weten, ik heb nog geen minuut geslapen. Ik heb 120 uur in een hok gezeten, volledig afgeschermd, donker, geen lucht, vastgebonden met handboeien aan een ledikant. Ik ben ontvoerd, ik ben behoorlijk op mijn hoofd geslagen, men wou mij bewusteloos hebben. Ik ben later, dacht ik, als ze me door blijven staan, dan wordt er misschien zo hard geslagen dat ik misschien doodga. Ik heb toen gedacht, laat me dat denken, laat me dat laten zien dat ik bewusteloos ben. Ik ben gaan liggen, of gaan vallen. Ben hem opgepakt, heb in een auto geduwd. Ik heb de rit naar de verblijfplaats bewust meegemaakt. Volgens Carranza was zijn gijzelplaats na 3 kwartier rijden bereikt. Wat hem op de terugweg was opgevallen, waren gele lampen langs de route. Carranza veronderstelde zelf dat hij ergens in de Bijlmer had gezeten. Hij wist toen nog niet dat zijn gevangenis deze boerderij in het Noord-Hollandse Middellie was geweest. Dat alles was volledig donker en ik dacht dat ik blind was. Ja. Ik dacht, uit mijn ogen dicht doe ik hetzelfde als ik ze open heb. En kon echt niets, helemaal niets was. Bijna 5 dagen duurde zijn gevangenschap. Carranza mocht alleen zijn onderbroek aanhouden en werd met een handboei aan een pijp geketend. Commissaris Toerenaar zei over de erbarmelijke omstandigheden. Hij heeft uitsluitend brood gezeten en daarbij is hem een keer aangeboden gerookte zalm en ook blikjes zalm. Er is waarschijnlijk sprake van, gezien de camouflage die demonstranten hebben toegepast, dat er enkele tientallen meters flanel, laken of gordijnstof zijn gebruikt die kapot gescheurd zijn om het geluid allemaal te dempen. Ik heb 120 uur lang heb ik daar niet anders eens geprobeerd dan weer met de een te praten die mij even wat kwam brengen, dan weer met de andere te praten en zegt, you're not a killer. Nee, fijn, hij sprak alle mogelijke taaltjes door elkaar. Dus ik wist niet dat ik door de ontvoerders werden gebruikt. Nogmaals, commissaris Toerenaar. Wij hebben dus uitvoerige gesprekken met de heer Carranza gehad over zijn 120 uur in gevangenschap. En daar bleek onder andere uit dat hij uit een chemisch toilet heeft hij gehad met een antiseptisch middel. Dat had dus een rond deksel van geelachtige kleur. Hij heeft slaaptabletten gekregen van het merk Vesparax. Ik heb een brief geschreven. Ik heb opdracht gegeven aan mijn medebestuurders om de bank in gereedheid te laten om 10 miljoen gulden beschikbaar te houden. En dat geld is klaargemaakt. En toen men, ik wist helemaal niet of men zou wel doden of niet. Dat was toch allemaal dat hing allemaal in de lucht. Destijds had commissaris Toerenaar gemengde gevoelens over het inwilligen van de eisen. Daar is dus door de familie een beraad geweest. En men heeft besloten om dus uiteindelijk 10 miljoen gulden te betalen voor de vrijlating van meneer Carranza. Is de politie gelukkig met het feit dat er betaald is? Ja, maar luister, het doel van ons onderzoek is natuurlijk ook het leven van meneer Carranza. We hebben liever een levende meneer Carranza en geen daders dan een dode meneer Carranza en 5 daders in de cel. In het gesprek dat Peter had met Ron O., die 20 jaar na dato bekend een van de ontvoerders te zijn, kwam ook het losgeld ter sprake. Over de hoogte van het losgeld, hebben jullie daarover onderhandeld? Nee. In eerste instantie zou het meer geld zijn, maar we hebben het altijd vastgehouden bij 10 miljoen. Waarom 10? Ja, mooi getal. Was in die tijd ook nog veel meer dan nu, hè? Dat was in die tijd veel meer dan nu, ja. En waarom in duizendjes?
Omdat als je het in honderdjes doet en met ander geld, dan heb je een hele wagen vol. Zo was het hanteerbaar. Zo was het hanteerbaar. Dit pand van Ron O. in de Zwammerdamstraat op steenworp afstand van de plaats van de ontvoering speelde een sleutelrol bij de organisatie. Was er nou een manier dat jullie op de hoogte konden blijven wat de politie allemaal deed en ondernam? Ja, tot zover. Ik had bijvoorbeeld telex met alle Interpol-berichten. Ik kwam gewoon in de kamer eruit rollen. Dus als het op het hoofdbureau van de politie terecht kwam, op hetzelfde moment kwam het bij mij thuis. Hoe kon dat? Ja, ik had weer die mannetje die daar heel veel verstand van had. En die heeft alle Interpol-berichten en frequenties van mij opgezocht. En zodoende ontving ik alles thuis. Dat heeft natuurlijk een pak geld gekost, maar het speelde geen rol. De ontvoerders lieten Carranza 5 dagen in het ongewisse of en wanneer hij zou worden vrijgelaten. Dus ik wist niet dat ik vannacht nog vrijgelaten zou worden. Dat was gisteren al ook me beloofd. Dat is helemaal niet gebeurd. Ik wist ook niet of die mensen me wel of niet zouden doden. Want ze hadden uiteindelijk levend minder aan me als dood. Dus. Stel nou dat de politie jullie op het spoor gekomen was. Had dat nog een verschil uitgemaakt? Dat had ook geen verschil uitgemaakt. Daar had hij gewoon ongedeerd eruit gekomen. Dat lijkt me ook vrij logisch. Dat was een harde afspraak. Ja. Carranza is vrij kort na de overhandiging van het losgeld vrijgelaten. Wat was jullie scenario? Nou, de afspraak was, dus het losgeld er was. Dan zouden ze onmiddellijk vrij worden gelaten. Dat is ook gebeurd. Dat heb Evert Tweehuizen en Roel Koning gedaan. De kidnappers hielden dus hun woord. Even na middernacht, op woensdag 2 november, wordt Maup Carranza 5 uur nadat het losgeld is overhandigd in de Dirk Hartogstraat in Amsterdam-West uit de auto gegooid. Daar vandaan loopt hij via de Houtmankade naar het Southgatesplein. Ongezien weten Robbie Koning en Evert Tweehuizen, die de multimiljonair hebben gedumpt, de stad te verlaten. Heeft uw man u nog verteld hoe zijn eerste ontmoeting met Carranza was nadat hij was vrijgelaten? Ja, dat was geloof ik een omhelzing, terwijl ze elkaar helemaal niet kenden. Maar allebei zo blij en zo opgelucht, dat ik geloof dat ze elkaar omhelst hebben. En daarna hebben we meneer Carranza natuurlijk nog wel regelmatig gesproken, ik ook. Want het schept natuurlijk een geweldige band, zo'n zaak. Dat zakt later wel weer af. Maar in die eerste tijd, mijn man was zo geweldig met hem bezig geweest. Nou, Carranza was natuurlijk ook heel blij, denk ik, dat iedereen zich zo enorm had ingezet. Wat natuurlijk ook een logische zaak was. Geeft u hiermee niet de kans aan dit soort figuren om opnieuw bij u of bij anderen die in dezelfde omstandigheden als u leven dit soort trucs uit te halen? Meneer, ik wil u er een antwoord op geven. Als ik zou hebben geweten dat ik daarvoor een precedent zou scheppen voor andere personen, dan had ik misschien zelf de hero geweest om te zeggen, ik betaal niks. Maar omdat ik geen politicus ben, ik heb geen ambtelijke functie, dus in het bestel. Dus ik ben iedereen, dus zoals u en u allemaal, die niet met 10 miljoen in de zak lopen, maar misschien met 1 miljoen, misschien met 500.000 gulden, misschien een huis voor 100 gulden, voor 100.000 gulden. Dit kan iedereen gebeuren, dit gaat zo makkelijk. Dat ik dacht in mezelf, laat het maar in godsnaam dat geld betalen. Maar zou ik een precedent hebben geschapen en gezegd, nou, ik ga een precedent schrijven voor iedereen, had ik het absoluut niet gedaan. Ik had me liever laten vermoorden. Kort nadat hij op straat is gegooid en nog zwaar onder invloed van slaapmiddelen, doolt Carranza door de stad en roept om hulp. Hé, mevrouw, met uw telefoon? Dat hij is kennelijk gebracht naar het Southgatesplein en dan wordt hij dan uit de auto gegooid. En dan gaat hij roepen van hier is Carranza, hier is Carranza. En dan komt er een juffrouw langs, die zegt meneer wat is er aan de hand? Ze zegt ja ik ben de ontvoerde Carranza. Ze zegt nou stap dan maar achter op mijn brom en dan zal ik je wel even naar het politiebureau rijden. Dat gebeurt dan ook. De van Maurits Carranza was daarmee voorbij en had in totaal 120 uur geduurd. Het was een primeur in de criminele geschiedenis van ons land. De daders hadden hun zin gekregen. Zij incasseerden 10 miljoen gulden losgeld. Het slachtoffer, Maurits Carranza,
had het er levend van afgebracht. En Nederland haalde dan ook opgelucht adem na 4 heilspannende dagen. Carranza was weliswaar vrij, maar van zijn ontvoerders, en niet te vergeten het losgeld, ontbrak elk spoor. En dat was voor de politie het startsein voor een ongekend grote klopjacht. Morgen, in het laatste deel van onze serie over de ontvoering van Maurits Carranza, blijkt dat de politie de daders herhaaldelijk op de hielen heeft gezeten. In 1979 zette men zelfs een Duitse undercoveragent in die moest infiltreren binnen de dadergroep. Een dadergroep waar ook Renault deel van uitmaakte. We zijn overal de hele halve wereld rondgevlogen en een groot salon. En die mensen waren ook helemaal niet meer bezig om deze zaak op te lossen. In Actueel Shownieuws, 5 aantrekkelijke tieners geven antwoord op Spice Girls. En kerstverhaal Dickens, speciaal voor Nederland bewerkt. De Hyundai Elantra. Leuk, voor onder de boom. Zeg Gerda, potverdrie, moet je nou eens kijken, heb ik dat? Dat zeggen we dit jaar nog 1 keer. Dat je een theater maakt omdat iemand zijn pik laat zien, heeft in onzin. Ja, hij is een beetje zilverachtig, met grote ogen inderdaad. De allergrootste. Ze hebben mij dus de eicellen weggehaald. Heb ik dat moment van het afgelopen jaar in een speciale uitzending. Morgenavond 8:30, RTL 4. Elke werkdag om 6:45, actie op TV10. Met op maandag, Magnum. Op dinsdag, The Dukes of Hazzard. Sheriff Rush, be cold train of Hazzard County. Okay, pal, super pursuit mode. Woensdag, The Night Rider. Donderdag, Don't make a sound. Hunter. En op vrijdag, Highlander. Dus elke werkdag om 6:15, actie op TV10. Als je gek wordt van al die advertenties in de krant, sta er dan eens bij stil dat er zonder die advertenties veel minder krant zou zijn en veel minder nieuws. Sterker nog, het belangrijkste nieuws zou hier staan. Ladies and gentlemen, once again we present Andrea Bocelli. Tweede deel van de special rond Andrea Bocelli. Op het podium in Pisa wordt hij vergezeld door Sarah Brightman en Zucchero. U ziet het zaterdagavond om 10:50 bij RTL 4. Nog nooit gezien. L'Oréal ontwikkelde Studio Line Invisispray FX. De eerste spray met een totaal onzichtbare formule. Fixeert. Maar het is onzichtbaar. Studio Line Invisispray FX. Modelleert. Maar plak niet. Houd lang.